boy, I see ya looking at me. I feel your eyes on me like you gotta have me. Watching every move like it's for you. You can't help it, you attracted like a magnet. My love ain't easy. You gon' have to put in some work. You can't buy me a drink. Thinking I'ma fall for your flirt. Het is niet een standaard dansfilm, vind ik zelf, omdat je hebt 5 hoofdpersonen. Het is een ensemble cast, wat je normaal niet ziet in dansfilms. Meestal heb je 1 of 2 personen. Ik speel Brian in de film en dat is de bad guy. Ik speel Tara in Body Language. Ik ben niet echt een bad guy, dus alleen maar een leuke uitdaging voor de film. Tara is een opvallend meisje die uit een arm gezin komt, maar die heel erg van mooie dingen haalt, mooie kleding, merkkleding. Dus loopt er het liefst bij als een superster de hele dag. Eenmaal in New York wil ze dus weer al het mooiste hotel en de mooiste kleding. En daardoor komt ze in aanraking met met de verkeerde kant van de showbusiness en ontmoet ze de baas van een striptent. Ik heb natuurlijk nog nooit geacteerd. Dan ga je van zo'n boost die ik met Zoe Viering in Dance heb gehad al voor mijn danscarrière. Krijg ik ook meteen de mogelijkheid om in een bioscoopfilm te spelen. En eigenlijk de eerste Nederlandse dansfilm. Dus dat is veel voor een jongen van 19 jaar. We hadden 2 groepen. We hadden acteurs die konden dansen en dansers die konden acteren. En we hebben heel lang die 2 groepen, weet je wel, in de castingproces bij elkaar gehouden. En pas op het laatste moment hebben we gekozen van, kijk, het is toch een dansfilm. Ik wil niet stand-ins gebruiken. We kiezen voor de acteurs, we kiezen voor de dansers die kunnen acteren. De dansers hebben sowieso al een discipline om te presteren en om te repeteren, omdat ze moeten zich bewijzen als danser. Dus dat zag ik ook terug in het acteerwerk. Wat ik heel leuk vind is dat we gewoon heel veel verschillende stijlen doen in de film. En dat missen veel Amerikaanse dansfilms. Het is vaak altijd hip-hop geweest. En ik denk dat Roy een heel goede mix heeft gevonden tussen contemporary en verschillende hip-hop stijlen. Modern, van alles laten we zien eigenlijk. Ik wilde de dans niet als kwalitatief neerzetten, of prestatiegebied, maar meer als vertaalmiddel. Bijvoorbeeld het liefdeskoppel Nina en Quincy, zijn Ingrid Jansen en Ruben Sonnier, die dan uit elkaar gaan op dat moment. En dan zit ze op de kamer en daar zie je haar dan haar verdriet gewoon eigenlijk uiten, vertellen hoe pijn het wel niet doet, maar dan in dans.